Ik heb nog wel een mooi verhaal. Ik had vroeger altijd een kever, ook een oude, ja? Een grijze. En hier verderop zat Mayfair. En daar hadden wij het altijd over als studenten. De Mayfair, waar de prostituees zaten. Ja, waar de chique hoerentent was dat. Maar wij durfden eigenlijk nooit naar binnen. Ja. Maar op een gegeven moment liep hier zo'n dame met een veel te kort rokje. En toen zei ze, waar gaat u naartoe? En ik zei, nou, ik moet naar het Erasmus. Oh, zei ze, mag ik dan meerijden? Ik zeg, ja hoor, maar waar moet u dan naartoe? Nou, naar de G.E. de Jongweg. Ik zeg, ja? Nou, ik stap in. Bedoel, dan zet ik je daar wel even af. De straatprostitutiezone. Ja. Ja. Maar, zij stapt in en we rijden hier. En toen zegt ze ineens, toen we net een minuut hadden of twee minuten hadden. Maar kom je nou niet in de problemen? Ik zei, kom ik in de problemen? Ja, maar als je me nou dadelijk afzet en ik stap uit en iemand herkent je. Toen dacht ik, oh jee, ja, dat is wel een mooie eigenlijk. Maar ik dacht eigenlijk meer, ik heb een mooi verhaal voor mijn studentenmakker. Ja, want we waren er altijd vol van en nu had ik er een in mijn auto zitten. In de auto. Ja, dat was zo gaaf, jongen. Dat was echt... Maar niks gebeurt verder? Nee. Ga lekker zitten. Je bent een vat vol verhalen, man. Ja, mooi hè? Ja, schitterend.